Na een verloren weddenschap fiets ik alle vestigingen af. En ik hoop bij alle vestigingen de sfeer te kunnen proeven en jullie iets beter te leren kennen. Na een bezoek aan ABS Boekhorst Arnhem-Noord gaan we nu onderweg naar Spankeren. Daar ligt onze ABS-vestiging die wat kleiner is, maar onlangs nog meegedraaid heeft in de campagne Innovatief in Schadeherstel. Dus ik ben benieuwd om de mannen daar weer te ontmoeten. Ga je mee? Ik ben Rob Gijsbets, Autoschade Boekhorst Spankeren. We zijn eigenlijk een van de kleinste vestigingen van de Boekhorstgroep, zeg maar. Ik heb 3 man personeel op de werkvloer en daarbij huur ik dan ook nog 3 man in. En dan verschillende dagen in de week. 2022 hebben we een goed jaar gedraaid. De vooruitzichten voor dit jaar die zijn nog beter als afgelopen jaar. We hebben een leerling in het bedrijf gehad. Ja, daar hebben we een beetje problemen mee. Vaak ziek of niet opkomen dagen. Dus daar hebben we afscheid van genomen. We doen het nou zonder leerling, maar we zijn weer op zoek naar een leerling. Dat is altijd wel makkelijk. Een jongen die je kan wassen en schoonmaken. In plaats van de dure personeelsleden, zeg maar. 2023 is eigenlijk ook weer hetzelfde. We gaan gewoon de volop tegenaan. We hebben een leuke groep. De jongens die ik hier heb gemotiveerd. Ja, ze zien het dan zelf hoe het moet. Dus het werkt gewoon, loopt gewoon lekker. Hoe is het met de club in Spankeren, vind je? Top. Goed? Ja? Ik heb echt een hele fijne jongens hier. We zijn allemaal gauw voor elkaar en helpen elkaar. Ja, echt een goede sfeer in het team. Ja, echt. Ik vind het een topbedrijf. Ja. Wat kan er beter? Ik heb nee? Geen, nee, echt niet. Ben je er trots op de club hier? Ja, zeker. Dit is echt een heel mooi bedrijf. Ja. Ook met de omgeving zoals je in de ja, hebt. Een van de weinige plekken waar je nog zo in het groen... Ja, dat is mooi natuurlijk. Als stukken zijn, dan is dit natuurlijk ja. Heel gewend. Ja, maar lekker toch? Dit is echt een heel mooi bedrijf. Ook qua jongens onder elkaar, we helpen elkaar. Dus, ja. Het is natuurlijk maar een kleine plaats eigenlijk. Hè? Dus, ja. Maar de winkel draait eigenlijk goed, dus dat is mooi. Nou, ben ik trots. Zijn wij blij mee. Maar heb je het naar de zin in deze vestiging? Ja. Dat is hier wel... Ja, ik heb hier wel naar de zin. Ja? Mooie groep? Ja. Het is gewoon gemoedelijk. Ook lekker voor elkaar. Ja, en het is... Dus je kunt van alles doen. Het is niet alleen dat je hier in de cabine staat. Maar nee. Je kunt ook, dan sta je daar en dan sta je daar een auto op te bouwen. Dus dat is echt wel... In een wat kleinere groep is het meer dat je alles kan doen, hè? Ja. Ja. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben aan het materen. Dus de randjes even schotsen. Oké. En dat is voorbereiden voor het spuiten? Het lijkt niet los als het goed is als een keer een hoge drugspet op zit. Dat is natuurlijk blij eruit. Ja, dat is een beetje lullig als dat zo is natuurlijk. Dat gebeurt wel eens. Oh ja? Naast het niet. Die gaan we uitgeven aan een tuinbank, zodat we lekker kunnen zitten buiten met mooi weer. En de speeltuin in Dieren om een oude draaimolen te renoveren. 3, 2, 1...